De vakantie is voorbij, het nieuwe seizoen is weer begonnen en het zwartboek aan institutionele schandalen naar de Nederlandse moslimgemeenschap is dikker geworden. Vandaag de Belastingdienst. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dames en heren, welkom. En vandaag wil ik het hebben over twee hele belangrijke nieuwsartikelen waarvan ik me verbaas dat er eigenlijk heel weinig follow-up is gegeven. Vooral in de politiek. Hoewel, ik verbaas me er niet meer over, maar het is gewoon heel erg spijtig dat dit de realiteit is. Dat dit soort grote, lasterende artikelen, schandalige artikelen eigenlijk verschijnen. Of de artikelen zijn niet schandalig, maar de artikelen staan vol schandalen. Dat dit verschijnt en dat dit eigenlijk bijna geen staartje heeft gekregen. Dat er in de politiek bijna niks mee is gedaan. En daarom wil ik het onder de aandacht brengen bij ons als moslims, bij de volgers van Delil. Om toch awareness te creëren over de situatie. En het gaat dus om twee hele belangrijke artikelen. Eén is een hele lange. En het is een artikel van de Groene Amsterdammer. Hier dus ook de kop in beeld. Met als titel: jullie zijn ook allemaal hetzelfde. En het is een artikel over institutionele islamofobie bij de Belastingdienst. En het artikel was gepubliceerd op 23 augustus. Ja, op 23 augustus 2023. Een heel goed artikel van Marco de Vries. Oh nee, dat is het beeld. In ieder geval, het is een heel goed artikel van de Groene Amsterdammer. En het gaat eigenlijk over heel veel dingen eigenlijk. Maar het gaat vooral over hoe moslims en islamitische organisaties structureel het doelwit zijn geweest van de Belastingdienst. En dat is allereerst gewoon simpelweg discriminatie. Dat is gewoon slecht, dat kan niet, dat mag niet. Maar tegelijkertijd wordt ook heel erg duidelijk uit zowel dit artikel als het tweede artikel waar ik het zo over wil hebben, dat de Belastingdienst ook structureel is ingezet om een ideologische strijd te voeren tegen moslims. Of doordat de Belastingdienst zich liet instrumentaliseren, net als de onderwijsinspectie dat wel eens heeft gedaan, maar ook gewoon omdat er in de Belastingdienst mensen er heilig van overtuigd waren dat moskeeën willens en wetens fout bezig zijn, dat moskeeën een gevaar kunnen vormen voor de samenleving en dat moskeeën gewoon ook streng aangepakt kunnen worden middels de Belastingdienst als ze iets doen waar, wat valt onder wat sommige mensen als ideologisch ongewenst achten. Nu, het belangrijke aan het artikel, ondanks dat er heel veel ook andere interessante dingen in staan, is de belangrijke kern van het artikel, die gaat over het CAF, het CAF, het zogenaamde combi-team aanpak facilitators. Dat is een team binnen de Belastingdienst dat ook jacht maakte op de toeslagenouders. Dus hetzelfde team dat bij het toeslagenschandaal een hoofdrol speelde, wordt ook nu weer aangepakt. En er is een aantal belangrijke conclusies in dit artikel naar voren gekomen. En eigenlijk is de uitkomst van dit grote onderzoek dat giften aan moskeeën, ik citeer hier, dat giften aan moskeeën vaker het doelwit van extra onderzoek waren. Zelfs chirale giften aan moskeeën met een ambi-status werden regelmatig afgekeurd. Zo blijkt uit gepubliceerde jurisprudentie en rondvraag bij de belastingadviseurs. Voor zover donateurs bezwaar en beroep aantekenden tegen een correctie, kregen ze van de rechter zelden gelijk. En anders ging de fiscus in hoger beroep, zelfs wanneer het om kleine bedragen ging. Dit bevestigt eigenlijk wat moslims al jarenlang zeggen, wat moslims jarenlang ervaren. Zelf herinner ik me nog in de beginjaren, in de eerste jaren van Denk, toen Denk net opgericht was, dat ik een gesprek had met Öztürk. Dat ging over hoe hij zag dat Turkse ondernemers structureel door de fiat achterna gezeten werden. En dat hij daar iets aan wilde doen. En we weten al jaren, al echt meer dan 10 jaar, dat moskeeën hier bang voor zijn. Dat ze weten dat de Belastingdienst ze extra in de gaten houdt. Dat dingen die bijvoorbeeld bij ondernemers heel waarbij ondernemers heel erg begrip voor is, terwijl ondernemers vaak willens en wetens mensen inhuren om de Belastingdienst te ontwijken, dat daar bepaalde zaken, dat daar begrip wordt getoond voor bepaalde zaken, dat moskeeën die helemaal niet kunnen rekenen op dat begrip. En het artikel maakt ook duidelijk dat er wel momenten zijn waarop dat inderdaad verkeerd is gegaan. Hè? Bijvoorbeeld de Islamische Universiteit van Europa, dat daar een grote fraudezaak was, dat nog één andere instelling dat had, maar dat was het dan. En op basis daarvan gingen ze eigenlijk los, of
onder andere op basis daarvan, gingen ze los op allerlei andere moskeeën en islamitische organisaties. Die daar eigenlijk niks tegen konden doen. Ze konden zich bijna niet verweren. En ook wanneer zij duidelijk konden aangeven waar bepaalde donaties vandaan kwamen. Als ze duidelijk konden aangeven dat ze het voor een goed doel gebruikten. En dat er geen kwaad achter zat, kregen ze of van de rechter bijna geen gelijk. Er werd zelfs een belastingadviseur veroordeeld. Zelfs de adviseurs en de boekhouders van moskeeën zijn eigenlijk helemaal niet veilig gebleken. En als dan na heel veel procederen duidelijk werd dat de moskee echt wel zaken in orde had, blijkt gewoon dat de Belastingdienst daar vaak geen genoegen mee nam en door wilde gaan met procederen. Dus dit is iets wat we al jaren zien. Moskeeën zijn hier al jaren bang voor. Ook wij die verschillende islamitische organisaties hebben gerund en bij verschillende besturen hebben gezeten, hebben gezien dat de Belastingdienst gewoon extra fel is op moskeeën. En in de artikelen wordt ook duidelijk dat de moskeeën, in tegenstelling tot andere religieuze organisaties of andere stichtingen, gewoon niet als betrouwbaar worden gezien, terwijl daar bijna geen bewijs voor is dat ze dat zouden zijn. Een ander citaat dat ik hier graag voorlees is het volgende. Belastingbetalers door het hele land werden steeds vaker gevraagd bewijsstukken voor de moskeegift op te sturen. Een kwitantie volstond niet meer, terwijl een kwitantie normaal altijd volstaat. Als extra bewijs vroeg de Belastingdienst vaak een brief van het moskeebestuur of inzage in de moskeeboekhouding. Voor een ambi-moskee met honderden donerende bezoekers vergen de blauwe brieven op die manier veel tijd. Sommigen hebben om die reden hun ambi-status zelfs opgezegd, en dat heb ik ook zelf persoonlijk meegemaakt bij veel moskeeën, dat ze zeggen we willen niet meer beginnen aan een ambi-status of we zeggen hem op, dat terwijl het hun goed recht is. In andere gevallen trok de fiscus die in. Daarbij lijken soms ook politieke motieven een rol te spelen, zoals bij de affaire rond de islamitische hulporganisatie Rohama. De ambi-status werd ingetrokken na ophef over een haat-imam, tussen haakjes, op een benefietevenement. Na meerdere rechtszaken oordeelde de rechtbank in 2019 dat de Haagse stichting toch recht heeft op een fiscale status. En dit zien we steeds meer in Nederland, dat verschillende instituties worden ingezet om moslims binnen bepaalde lijnen te laten kleuren. En als moslims buiten die lijnen kleuren, of buiten die lijnen dreigen te kleuren en niet willen luisteren naar of een gemeente of een andere instantie, of iets vertellen wat sommige mensen ideologisch gezien onwenselijk achten, maar wat dus niet verboden is, dan wordt de Belastingdienst ingezet als instrument, of de onderwijsinspectie wordt ingezet als instrument. En dit is gewoon een zeer kwalijke zaak. Dit kan niet in een rechtsstaat. Het idee van het werken met taskforces, wat de afgelopen jaren gebeurt, wat we al sinds 2016, 17, 18 steeds meer zien gebeuren, dat is echt iets ongekends. En toch wordt het hier zoveel gedaan. En ook hier zien we weer dat het hebben van een haat-imam. Wat is een haat-imam? Dat moet nog maar blijken. En zelfs dan, al zou jij een imam niet accepteren, zolang hij iets zegt wat binnen de kaders van de wet valt, hoe haal je het dan in je hoofd om te zeggen van oké, dan trek ik je fiscale status in. Dan mag je geen ambi meer zijn. Terwijl dat helemaal niks te maken heeft met dit idee, met dit, zeg maar, het haat-imam zijn of een ideologie hebben. Ondanks, dus ik ga niet eens mee met de term haat-imam, maar het hebben van een andere ideologie zegt niks over of je een ambi-status wel mag hebben of niet. Want waarom mag een kerk dat wel? Waarom mag een synagoge dat wel? Waarom mag een, weet ik veel wat, een organisatie die Israëlische belangen behartigt dat wel? Dit is ongekend en dit is iets wat de Belastingdienst dus heel vaak deed. Niet alleen bij deze stichting, maar deze stichting wordt hier als voorbeeld gegeven. En volgens mij waren er meerdere voorbeelden, als ik me niet vergis. Soms bestempelen inspecteurs moskeegiften als niet aftrekbare entreegelden en vergoedingen voor Koranonderwijs. Dus een moskee heeft een ambi-status. Het doneren aan die moskee, dat mag gewoon. En dat mag je dan aftrekken van de Belastingdienst. Maar het wordt gewoon niet geaccepteerd. Of er werden ook weer zoiets, of er werd vanwege een spelfout het bestaan van een moskee ontkend, terwijl die al decennia open is. Dus zo zien we eigenlijk dat de Belastingdienst structureel fout aan de slag is geweest. En er is nog één citaat dat ik echt wel heel erg treffend vond. En dat is het volgende. Inmiddels is duidelijk
dat men de tweede... Oh ja, dat was een goeie. Ik moet even iets terug. Even een beetje context schetsen. Dus op een gegeven moment zien bepaalde mensen binnen de Belastingdienst dat het niet kan. Er zijn bepaalde... hoe noem je dat? Bepaalde onderdelen of bepaalde personen geweest die zeggen... Nee, dit kan niet. We moeten bepaalde zaken schrappen. Bijvoorbeeld de tweede nationaliteit. Want de Belastingdienst scande dus, of dit team, dat CAF, dat scande dus mensen op een tweede nationaliteit. Dat mag niet. Als je als Nederlander bent, ongeacht welke nationaliteit je dan nog hebt, je mag niet dan scannen op een andere nationaliteit. Elke Nederlander hoort behandeld te worden zoals elke andere Nederlander. Goed, zou je zeggen, de Belastingdienst is aan het schrappen in het systeem wie een tweede nationaliteit heeft, zodat iedereen gelijk behandeld wordt. En in plaats van dat dit orgaan dan denkt van, hey, wacht eens even, dit mag niet. Oh jee, we hebben een vergissing gemaakt. Hè? We hadden een fout gemaakt. Blijkbaar wettelijk hadden we niet mogen scannen op een tweede nationaliteit. In plaats van dat ze tot inkeer komen, komt dezelfde mentaliteit naar voren als die heel veel Nederlandse instanties en zelfs politici de afgelopen jaren actief hebben gehad. Namelijk dat als de wet jou ergens inperkt, als de wet tegen jou zegt dit mag je niet doen, dan ben jij niet verkeerd, dan is de wet verkeerd. Dus in plaats van dat je denkt oei, nee, dat had ik niet mogen doen, dan ga ik me nu wel aan de regels houden, is er een mentaliteit van, oh, dan moet de wet maar veranderen. Want ik heb blijkbaar niet genoeg bevoegdheden om te doen wat ik wil doen. En dezelfde mentaliteit zien we hier terug bij de Belastingdienst. Inmiddels is duidelijk dat men de tweede nationaliteit uit de BVR, dus het beheer van relaties, aan het weghalen is. Omdat men het veld van de tweede nationaliteit aan het opschonen is, is ons inziens extra haast geboden bij het uitzetten van de query, dus het uitzetten van het onderzoek. Dus met andere woorden, juist omdat de tweede nationaliteit geschrapt werd, dachten sommige mensen binnen het team, nu moeten we extra hard gaan scannen op die tweede nationaliteit voordat alles geschrapt is. Dit is natuurlijk niet hoe het werkt. Maar helaas is dit wel de afgelopen jaren hoe er met moslims is gewerkt in Nederland. En waardoor moslims helaas totaal geen vertrouwen meer hebben in bepaalde overheidsinstanties. Waaronder de Belastingdienst en andere ministeries. Maar daarover een andere keer meer. En de belangrijkste zin in dit onderzoek en in dit artikel zorgt er ook voor dat we gaan naar het tweede artikel. En dat is namelijk het volgende. Sinds het CAF, het CAF, is opgeheven, houdt een ander team zich bij de Belastingdienst met dit thema bezig. Blijkt uit haar dossiers. Ook dit team, het SFO, maakt weinig onderscheid tussen strafrecht en belastingcontrole, is haar indruk. Als een strafzaak niet rondkomt, wordt de moskee met een belastingmaatregel afgestraft. En dit is dus het hele taskforce idee waar ik het over had. We gaan een moskee proberen aan te vallen. We gaan een instantie proberen op zijn plek te krijgen. Lukt het niet via deze weg, dan maar via die weg. En dat is hoe het jaren is gegaan. Dat is wat mijn eigen ervaring is met islamitische organisaties. Zowel met het Cornelius Haga Lyceum als met andere organisaties door het hele land. Zodra een burgemeester of een gemeente of een andere instantie niet zijn zin krijgt, gaan ze proberen om het op een andere weg, via een andere weg voor elkaar te krijgen. En ik snap dat een manier is om te werk te gaan. Het is wel een foute manier om te werk te gaan en totaal niet ethisch. Dan komen we bij een ander artikel. Dat is een artikel van later. En dan komen we bij een artikel van de NRC. De fiscus was te hard voor de Haagse Sunna Moskee. Discrimineerde mogelijk zelfs. Dat was de titel van een artikel uit de NRC, geschreven door Andreas Kouwenhoven. Heel goed artikel waarin de Belastingdienst waarin weer blijkt dat de Belastingdienst ten onrechte de ambi-status van de Sunna-moskee heeft ingetrokken. En dit is een zaak die ik van dichtbij heb gevolgd, juist omdat het zo erg in de media kwam. En ook omdat het in de media kwam in een tijd waarin het Cornelius Haga Lyceum in de media kwam en ik in de media kwam. Dat was een tijd, de jaren 2017, 18, 19 en 20. Dat waren tijden waarin moslims heel veel naars moesten ondergaan van overheidsinstanties. Gelukkig is het post-corona tijdperk er één waarin al deze narigheden naar buiten komen. En hopelijk kunnen we hier met z'n allen iets aan doen. Maar in die tijd moesten we het ondergaan. En het was echt wel een nare periode. En de Sunna Moskee heeft iets soortgelijks meegemaakt. Het gaat hier dus om het feit dat de Sunna Moskee jaren geleden, als ik me niet vergis in 2014 of 2016, het staat hier in het artikel, een onderzoek kreeg.
Dat zou gaan om een donateur. Nou, daar is gelogen. Uiteindelijk bleek het gaan om de Sunnah moskee zelf. Ze wilden de moskee doorzoeken. En ze hebben alle boekhouding van de moskee opgevraagd. Ze hebben van allerlei dingen beweerd over de moskee. Nou, uiteindelijk bleek de moskee gewoon zijn zaken goed op orde te hebben. Hier staat ook in het artikel: het onderzoek van de Belastingdienst naar de Sunna levert uiteindelijk geen bewijs van fraude op. Wel zou de boekhouding allerlei gebreken vertonen. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Daar straf je iemand niet op af. Toch nam de Sunna moskee daar geen genoegen mee. Zo zou de moskee tal van giften niet kunnen verantwoorden. Bleek dus uiteindelijk onzin. De moskee bestrijdt de tekortkomingen, waarna het onderzoek lijkt dood te bloeden. Er gebeurt een jaar lang niets mee. Tot de Sunna moskee opnieuw in het nieuws komt. Dus daar wordt de Belastingdienst geïnstrumentaliseerd. En wat was dat nieuws dan? Nou, in 2018 gebeurt er een aantal zaken. 1. In april 2018 zijn er zorgen om financiering uit het Midden-Oosten. Dus dat komt opeens naar boven. Nou, dat is totaal niet verboden. Er zijn heel veel organisaties die gefinancierd worden uit het Midden-Oosten. Israël ligt in het Midden-Oosten, dus breken maar uit. Dat zou ongewenste buitenlandse beïnvloeding zijn. Dus moet de Belastingdienst eraan te pas komen, blijkbaar. In april 2018 hebben we ook nog een artikel dat naar buiten komt. Namelijk over de kwestie vrouwenbesnijdenis. Er zou een imam zijn die vrouwenbesnijdenis zou preken. Nou, dit is allemaal heel groot in het nieuws gekomen. Die imam wordt uiteindelijk aangeklaagd door Femmes for Freedom. Het interessante is dat na deze aanklacht en nadat Femmes for Freedom tekeer gaat tegen deze imam en tegen de moskee, dat uiteindelijk de gemeente Den Haag de samenwerking ook in mei 2018, de samenwerking met de moskee intrekt. Dat terwijl ze jarenlang goed hebben samengewerkt. Interessant is wel dat deze Femmes for Freedom in 2017 bijna €3000 subsidie heeft gekregen van de gemeente Den Haag. Dat hetzelfde jaar, diezelfde Femmes for Freedom, €96.000 subsidie kreeg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het jaar daarop zelfs wat meer. En dat ze dus daarmee, misschien niet direct met dat geld, maar dat er dus behoorlijk veel invloed is vanuit de overheid binnen die organisatie. Ik vraag me af of daar misschien iets heeft gespeeld waardoor Femmes for Freedom de moskee ook ging aanvallen. Kunnen we natuurlijk niet direct bewijzen. Ze hebben wel een dikke korting gekregen, zag ik, van het advocatenkantoor. Maar goed, daar zijn ze behoorlijk tekeer gegaan tegen deze imam. De imam heeft de zaak gewonnen, want zo had hij het helemaal niet bedoeld. Maar de Haagse Sunna moskee heeft haar ambi-status verloren. En dat is dus gewoon echt precies hetzelfde wat er gebeurde. Met de andere moskee waar we het net over hadden, of met de andere liefdadigheidsorganisatie. Er is een probleem met de moskee. Ideologisch gezien stroken ze niet met wat de gemeente wil of wat bepaalde mensen willen. Ik weet het niet. Maar als aanval wordt de Belastingdienst ingezet en de ambi-status wordt afgepakt. Uiteindelijk bleek dus dat de Belastingdienst openlijk heeft gediscrimineerd. En dat het dus onterecht was dat de Belastingdienst de ambi introk. De Sunna moskee heeft gewonnen, wel na heel veel hoofdpijn, wel nadat hun naam helemaal kapot is gemaakt. En dan komt er hier nog het interessante citaat van hetzelfde artikel van de NRC. Waarom de Belastingdienst afweek van de normale procedure en de moskee geen kans bood op herstel? Dat besluit kwam van hoger hand. Volgens de belastinginspecteur die het dossier behandelde. In een mail schrijft de inspecteur dat de ambi-status van de Sunna moskee in 2018 onder druk van de leiding moest worden ingetrokken. Dat weet ik nog. We kregen geen tijd meer om een gesprek af te wachten. Deze mail is mogelijk per ongeluk in de stukken beland die de Belastingdienst moest aanleveren voor de rechtszaak. En hier zien we ook, wie is die hogere hand? We willen hier geen complot-tv worden bij Delil, maar helaas zien we dat al jarenlang er hogere handen spelen. Inspecteurs willen soms gewoon hun werk doen. Ambtenaren willen soms gewoon hun werk doen. Face-to-face zijn het super aardige mensen vaak. Maar eenmaal terug op het kantoor zien we dat er allemaal acties komen tegen islamitische organisaties. Waar je schande van zou moeten spreken. Nou, ik wil hier dus concluderen dat helaas de afgelopen 10 jaar er continu actief achter moslims, achter actieve moslims aan is gezeten door overheidsinstanties. Dat is heel treurig. Dat is echt een groot probleem.
En we zitten nu in een tijd waarin niet meer alle problemen in Nederland kunnen worden geschoven in de schoenen van moslims. We zien nu hoeveel crisis er zijn. We zien nu dat politici ook steeds vaker, nou ja, eigenlijk de vinger naar zichzelf moeten wijzen. Dat zij fout zitten in de problemen die Nederland heeft. En gelukkig zien we dat het nu een beetje aan het bijdraaien is. Maar dit is echt het moment waarop we ons continu moeten blijven inzetten om dit soort dingen nog meer naar buiten te brengen. En dat de overheidsinstanties echt aan zichzelf moeten gaan werken. En daarom wil ik ook oproepen aan politici en mensen die dit luisteren. Bij de komende verkiezingen, die zijn om de hoek. Heb het eens niet over hoe je moslims gaat aanpakken en hoe je je normen en waarden zou beschermen. Heb het eens over hoe je normen en waarden echt gaat beschermen tegen de mensen van binnenuit. Tegen overheidsinstanties, tegen bepaalde ambtenaren, tegen bepaalde politici die blijkbaar niet eens onze grondrechten kunnen beschermen. De basic grondrechten van het kunnen hebben van een bankrekening, van het niet gediscrimineerd worden door overheidsinstanties, die zijn nog niet eens beschermd en die lopen nog niet eens goed. Wij als moslims zien het elke dag. Wij gaan niet treuren. We doen er alles aan om ons in te vechten. We doen er alles aan om onze situatie beter te maken en om volledig te kunnen emanciperen binnen de samenleving. Maar het is ook echt nu om aan de overheid en aan overheidsinstanties om zichzelf een spiegel voor te houden en om hier goed mee aan de slag te gaan op een oprechte en goede manier. Delil gaat dat blijven doen door awareness te blijven creëren over dit soort zaken. En we hopen dat de kijkers er alles aan doen wat binnen hun macht valt om hier een beter Nederland van te maken waar ook moslims volledig worden geaccepteerd. Dit was het voor vandaag en we zijn hier de volgende week of de volgende keer zijn we weer terug met een andere zaak waar we graag duiding op geven. Tot de volgende keer. Assalamu alaikum. Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe publicaties? Abonneer je dan op de nieuwsbrief. Link in de beschrijving.